Ja, Ajax blijft maar winnen, Sjaak. Ja, dat is natuurlijk fijn in de voorbereiding. Maar ik ken dat van vroeger. Er waren clubs die 5 keer achter elkaar wonnen. En dan moesten ze de eerste competitiewedstrijd. En dan verloren ze. Dan stond je op 0. Dus het is beter om het elftal goed te laten functioneren. Hè? Hoe het speelt, welke speelwijze. En dat je goed voetbal ziet. Dan dat je steeds wint. Dat hoort er wel bij, want ik wilde ook altijd winnen. Maar daar kijk ik nog nu niet naar. Ik ben nog een beetje kritisch. Omdat ik vind dat de achterhoede van Ajax nog niet echt goed sterk staat. Kopduels, die verliezen we. Alleen Schuurs, die wint ze. Ja, ik vond Schuurs heel erg goed de laatste wedstrijd. Die gaat steeds beter. Dus die moet je ook laten staan. Dat gaat prima. Maar aan beide doelpalen, daar komen kansen voor de tegenpartij. Maar dat zien ze ook wel, denk ik. Met kopballen, ja, dan zijn we kwetsbaar. En dat moet veranderen. Ik vind dat Ajax nog 1 of 2 verdedigers erbij moet halen. Ja, Overmars moet even aan het werk nog. Ja, maar dat weet hij wel zelf ook natuurlijk. Hij ziet dat ook. Even over achterin, afgelopen oefenwedstrijd. Dat was toch wel even schrikken, hè, met Daley. Oh, ik ben zo geschrokken. Ik hoop ook hier vandaan. Danny, ik hoop dat je gauw weer terug bent, jongen. Ik ben ook geschrokken. Iedereen. Dus veel beterschap. Ja, hopen dat het een beetje snel weer, dat hij het oppakt. Ja hoor, absoluut. Ja, en dan aan de andere kant, in de spits, daar lijkt Labiat nu ineens te staan. Ja, goed. Maar dat is nog voorbereiding, net wat ik zeg. Hij doet het wel goed. Nee, hij is veel beter dan het verleden jaar. Hij laat het zien. Nou, en dat moet je ook. Je moet het altijd laten zien. Je kan niet, ook als jonge jongen, je moet je bewijzen. En je kan niet, als je 1 goede wedstrijd, dat je er al klaar bent. Want er komen er nog 4 daarna, of 5. En dan moet je ook goed spelen. Dus dat is iets, ja, dat moet je leren. Ja, maar toch in de voorbereiding lijken ook sommigen het juist goed te doen. Sommigen wat minder. Martinez bijvoorbeeld, die mag dan met het B-elftal meedoen. Ja, maar zo moet je het niet zien. Kijk, de trainer maakt nu combinaties om te spelen. Dus het maakt niet zoveel uit. En misschien heb hij wel minder getraind of wat ook. En dan, ja, dan moet je even je voorbereiden dat je klaar bent voor de competitie. Door keihard te trainen, goed te rusten en proberen alles mee te doen. En dat is belangrijk. Ja, dat doet Marin niet in ieder geval. Hè? Die lijkt op weg naar de uitgang. Ja, maar je hoort ook dat die weggaat naar een club. Nou, dat zou misschien ook beter zijn voor die jongen. Want we hebben een paar jonge talenten die er nog niet helemaal zijn, maar wel eraan komen. Wie moet daar dan gaan staan op die plek? 6 is dat, hè? Ja, maar dat bepaal ik niet. Dat bepaalt de trainer, hè? Dat weet je. Ja, dat weet ik. Daar ga ik ook niet over praten. Maar dat is een moeilijke positie die nu ingevuld moet worden. Gravenberg zou je daar wellicht kunnen? Ja, Alvarez? Nee, ik vind Gravenberg toch meer aanvallend. Kijk, je moet daar iemand hebben die de tegenpartij opvangt. Aan alle kanten. Ja. Echt zo'n soort verdediger, weet je wel. Die middenvelden aanvoert. Een soort verdediger. Maar ja, die vind ik op dit moment nog niet bij Ajax. Er zitten een paar namen bij die nog weg zouden kunnen. Overmars heeft ook gezegd, concrete belangstelling voor 1 iemand. Ja. Wie ben je nou bang voor dat die echt weggaat? Nou, als ik zo denk, dan is het misschien 2 of 3. De keeper, want die heb ik helemaal niet meer gezien op het ogenblik. Ik weet niet of hij dan geblesseerd is of dat hij zich inhoudt. Ik weet het niet. Nou, Tagliafico. De laatste berichten zijn gunstig, dat hij misschien toch blijft. Nou ja, Donny zit er ook nog in, alle kanten op. Dus, Promes heb ik ook gehoord, maar dat weet ik niet zeker. Van der Beek, die zou weg kunnen gaan. Ja. Moet Koeman hem niet gewoon meenemen? Ja, ik kan het wel zeggen, maar dat... Wat vind je ervan? Wat hoop je? Ja, ik kan hopen wat ik wil, maar zolang het niet is, kan ik tegen jou wel zeggen, ja, ik vind het leuk. Maar er zitten veel clubs achter hem, man. Maar er is nog niet iemand gezegd, ik wil hem hebben. Ik zou het wel begrijpen hoor, als Koeman zegt, kom maar mee. Ja, ik ook. Maar ja, zo krijgen we het niet voor elkaar. En er is nu een hoop ellende natuurlijk daar. Met Messi en Suarez. En, nou, dat wordt nog bikkelen voor Ronald. Wat jammer is, want ik gun hem alles. Nou ja, Mark is... Is ook flink bezig met Suarez, wat je net zegt. Ja, daar gaat hij wel goed achter. Toen hij wegging, zei hij tegen mij ook, ik kom terug naar Amsterdam. Ajax is mijn club en Amsterdam geweldig. Dus ja, dat zou mooi zijn als die 2 jaartjes nog bij Ajax kwam. Ja, dit is het perfecte moment toch eigenlijk? Ja, eigenlijk wel ja, maar ja,
Die jongens verdienen zoveel. Dat laten ze ook niet zomaar lopen. Ja, gaat liefde daar dan toch niet boven? Ja, bij mij wel, maar bij andere voetballers niet. Nu spelen ze meer voor te verdienen. En terecht, want ze hebben de kans. En wij hebben meer voor ons plezier gespeeld. Maar ook om alles te doen ervoor. Voor de rest in de aanval. Welke combinaties zie je graag gebeuren? Want er zijn heel veel spitsen op dit moment, hè? Bij Ajax? Ja. Ja, goed. Er is maar één spits volgens mij die echt er moet staan. Dat is Tadić. En Huntelaar echt erbij. En de andere twee, ja, Labiat op zijn plek waar hij vroeger wel eens speelde. Links of rechts, dat ken hij ook. En Traoré vind ik, die moet nog veel leren.